Ik ben Jan van Zwieten, dit is de Ongekend Talent podcast. Iedereen heeft talent. Maar hoe kun je dit nou optimaal benutten? Wij ontvangen maandelijks inspirerende gasten met een ongekend talent. Wellicht uw inspiratiebron. De Ongekend Talent podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Gulliver Trainingen. Hartelijk dank Jan. We zijn zeer vereerd dat we ons in ons midden hebben. Nou, we zijn hier niet alleen vandaag. Ik heb een special guest naast me. Stel je het over eens even voor. Ik ben Tom Boeien. Ik ben mediator en eigenaar van het bedrijf Mediation for Us in Rotterdam. In het verleden ooit opgeleid door het bedrijf van Jan van Zwieten in een masteropleiding tot mediation. En dat is mijn bijdrage hier aan tafel voor vanmiddag. Hartelijk welkom, Tom. Tom zal af en toe ook wat vragen stellen. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd ook vanuit zijn achtergrond. Maar, en ook vanuit de mediation achtergrond. De eerste vraag aan Jan is eigenlijk van, nou, wie is nou de persoon Jan van Zwieten? Wie hebben we voor ons? Wie hebben we voor ons? Op welk aspect zou ik dan eigenlijk bijna in de vragen? Breedste zin des woords. De persoon, de achtergrond. Als jij jezelf bij een verjaardag zou willen voorstellen. En ik vraag Jan, wat doe jij in het dagelijks leven? Wat zegt Jan? Vragen mijn kinderen mij natuurlijk ook af en toe eens. Pap, wat doe jij nou eigenlijk? En ik vind het een lastige vraag altijd om te beantwoorden. Als ik het primair zou moeten zeggen, dan ben ik gewoon ondernemer. En ik denk dat dat ook iets is wat mij wel getekend heeft door mijn hele leven heen. Dus die ondernemersgeest heeft altijd wel ingezeten. En dat uit zich in het feit dat ik allerlei verschillende dingen doe. Niet zozeer gebonden aan een onderwerp, een vakgebied, iets. Maar dat ik steeds daar ga waar ik denk dat er nieuwe kansen, nieuwe initiatieven mogelijk zijn. En waar komt dat vandaan? Die gedrevenheid of dat gevoel van waar ik kansen zie, daar ga ik op af? Interesse in bijna alles. Dat zat er van jongs af aan in? Dat zat er van jongs af aan in. Ik zie dat ook wel terug bij mijn kinderen. Daar zit dat precies datzelfde in. Dus als ik naar mijn dochter kijk, alles wat ze op school gaan organiseren, ze zit nu op de middelbare school, maar ze doet overal mee. Echt overal waar er maar iets is, springt ze er vol in, vol enthousiasme. De vraag is altijd, hoe lang blijft die spanningsboog? Dat is natuurlijk, want als het volgende leuke voorbij komt, dus dat is natuurlijk wel het probleem van iedere ondernemer, denk ik. Focus. En ik heb jouw cv erbij gepakt. Dat was een zeer uitvoerige cv. Veel verschillende aspecten, functies. Mediator, professor, directeur. Zou je daar iets over willen vertellen? Van, wat doe jij allemaal in het hier en nu? Ja, ik denk dat dat ook vaak overdreven wordt. Ik doe inderdaad heel veel verschillende dingen. Dus als ik het in grote lijnen moet zeggen, ik ben op dit moment directeur-eigenaar van een particuliere universiteit. Of hogeschool, of hoe je het zou willen noemen. Een business school. Ik ben partner bij Mentally Fit, een bedrijf met allemaal topsporters waarin we ons begeven op het vlak van vitaliteit en energie. Waar ik vooral bezig ben nu met de internationale uitbouw en het opzetten van units all over the world. Ik ben mediator, ik ben commissaris en ik probeer mijn eigen vakgebieden allemaal bij te houden door daar les in te geven of adviseur in te zijn of dat soort dingen. En dat lijkt dus heel breed, maar ik zeg altijd van ja, iedereen die ik spreek en die in een bedrijf zit waar die maar één ding doet, heeft ook 30 projecten onder zijn hoede. Of 30 verschillende dingen die doet. Ja, bij mij zijn er toevallig 30 verschillende dingen op verschillende plekken. Maar ieder mens heeft 24 uur, dus ik ga ervan uit dat ieder mens even goed besteedt. En als we dan terugkijken naar de persoon Jan, van hoe ben jij opgegroeid? Hè? Want je geeft aan van divers, het zat er altijd al in. Is dat gestimuleerd vanuit jouw jeugd, vanuit jouw omgeving? Zat het bij vader en moeder er ook al in? Ik denk dat ik wel heel erg, wie niet trouwens, gevormd ben door mijn ouders, zonder meer. Mijn vader die is opgegroeid in Indonesië. Op zijn 10e brak de oorlog uit, is dit Jappenkamp ingemoeten. En voor Japanners ben je vanaf je 10e volwassen. Dus hij moest daar alleen naartoe. Zijn vader moest naar de spoorwegen. Zijn moeder en zijn zus naar het vrouwenkamp. En hij zat daar dus als 11, 12 jaar ventje alleen voor een paar jaar.
En daar hadden ze 90 centimeter ruimte voor een bedje. Ik weet niet of jullie Indonesië een beetje voor ogen hebben, maar daar is het vrij warm. Ze kregen gemiddeld 3-4 slokken water per dag en een handje vol rijst. En dan moesten ze de hele dag mee werken. En ze hadden dus letterlijk niets. En dat is eigenlijk ook zijn levenshouding geworden daarna, van zijn zus trouwens ook. Dat, jongens, waar praten we hier eigenlijk allemaal over? Hoe het ook is, het is altijd goed. Zelfs toen leidden zij eigenlijk een normaal leven in die kampen. Zelfs toen waren ze af en toe vrolijk, blij, speels, want het waren gewoon jongens. Ik heb brieven van hem gelezen die hij direct na de oorlog naar zijn vader schreef. Ja, dat had mijn zoon van 15 ook kunnen schrijven. En die levenshouding, die hebben ze meegenomen. Of ze gingen in die kampen echt kapot. Dus zijn zus, die nu nog een leven is, die zegt ook van ja Jan, besef dat er meer mensen daar zelfmoord gepleegd hebben na die kampen, dan dat er tijdens de kamptijd dood gegaan zijn. Dus of je ging eraan onderdoor, of je hebt daarna de levenshouding ontwikkeld. We kunnen nergens over klagen. En hij had een heel simpel levensmotto. En als de dag van vandaag kan ik me herinneren, ik was zelf 12 jaar oud. En ik zat in de huiskamer een beetje te tafeltennis met mijn broertje. En ik zie mijn vader zitten. Ik denk, zo wil ik ook zijn. En zijn levenshouding was, je hebt de plicht gelukkig te zijn met zoals het is. En als je niet tevreden bent, dan ga je alles doen om het beter te maken. Maar als je het niet kunt verbeteren of niet wil verbeteren, dan heb je de plicht om er gelukkig mee te zijn zoals het is. Wauw. En dat is eigenlijk mijn levensmotto ook geworden. Zo, wauw. Zo. En dat eerste speelt wel. Ik bedoel, je moet altijd proberen het goed te doen of beter te doen. En dat deed hij ook. En hij leefde voor anderen. Dat vond ik ook heel mooi. Dus hij was altijd bezig om te kijken of hij iets kon bijdragen voor anderen. En in hoeverre zit dat nu ook in jou, zeg maar, dat je dat meeneemt? Want je gaf aan, mijn vader heeft me daarin geïnspireerd. Hè? Je zei van, dat is het moment van, dat wil ik ook. Hoe uitzicht dat in het hier en nu? Dat ik alles kan relativeren. Ik ben nog nooit in mijn leven boos geweest. Dat zal ik ook hopelijk nooit worden. En ja, ik denk dat ik op zich, voor zover dat kan, altijd wel gelukkig ben. Ik zal ook nooit angst hebben om iets te doen of te proberen. In het slechtste geval gaat het niet, gaat het mis. Pech gehad. En dat is in mijn sport ook altijd geweest. Ik ga er maximaal voor. Ik zal altijd proberen te winnen. Ik doe alles om te winnen. Maar als ik verlies, maakt het me niet uit. En voor de luisteraars, wat voor sport hebben we het dan over? Ik heb gevoetbald en getennist. En wat voor positie? Was dat ook een kenmerkend voor Jan, zeg maar? In mijn jeugd was ik, of eigenlijk in alle sporten ben ik vrij defensief. Alleen ja, ik ben klein en kan niet springen. Dus toen ik op hoog niveau kwam te voetballen, hadden ze zoiets van, nou, ga jij maar links buiten staan. En dan zoals een soort jojo buitenzorg en die zijkant sprintjes trekken. Ik weet niet of jullie René van der Kerkhof nog kent. Ja. Dat was ongeveer mijn rol. Ga dan maar gewoon heel hard rennen langs die zijlijn. Niet dat ik pretendeer in de buurt van zijn kwaliteiten te komen, maar ik kon 100.000 sprintjes trekken. En daarmee die verdediger het lastig maken. Maar ik was helaas niet behept met al te veel echte voetbalkwaliteiten. Dus daar hield het dan ook een eind mee op. Maar op zich ben ik zeer verdedigend ingesteld. Het was geen talent, waar we later misschien ook nog op... Nou ja, zoals bij alles, wat is een talent? Het was voor mij een talent, want het was een competentie die ik kon ontwikkelen. En die beter was dan een aantal andere dingen die ik kon doen. En in dit geval ook nog toevallig iets wat ik erg leuk vond. Dus ik heb geleefd voor die sport. Ja, absoluut. En ik ben reserve geweest voor het eerst in de Eredivisie. Nou, ja. De buitenstaander vindt dat dan heel wat. Ik zeg dan van ja, er spelen daar 18 ploegen. Dat betekent dat er al kleine 200 spelers zijn die vast in het eerste spelen. Hm. Nou, dan hoorde ik dus al niet bij de beste 200 van Nederland op dat moment. En als ik dat dan nog over al die jaren zie, dan blijf ik helemaal nergens. Maar voor mensen die gewoon alleen maar in de vrije tijd voetballen, leek het heel wat. En een bruggetje, ja, want we zijn natuurlijk hier bij de Ongekend Talent podcast. Een van de boeken die u geschreven heeft, of in ieder geval ook een deel heeft toegevoegd, is het talentcoachboek. Daar wordt talent ook gedefinieerd. Maar mijn eerste vraag natuurlijk dan aan u, wat is dan talent? Talent is voor mij niet meer dan een voorkeur. Een voorkeur in je hersenen, dat is
waar we over praten als we bij de meeste mensen kijken naar hun talenten. Dus ik doe altijd het simpele oefeningetje met je rechterhand en met de linkerhand. Waar heb je meer talent voor? Met je rechterhand of met je linkerhand? En dat betekent voor mij dat als ik naar de rechterhand, ik ben rechtshandig, wat betekent dat? Dat ik daar naar een hoger niveau kan qua eindprestatie als ik iets daarop ga ontwikkelen dan op mijn linkerhand. En dat ik het sneller leer. Dat is voor mij een talent. Wil dat zeggen dat ik het op mijn linkerhand niet zou kunnen? Nee, natuurlijk niet. Ik kan het ook op mijn linkerhand leren. En als ik alleen op mijn linkerhand concentreer, dan kan mijn linkerhand het op een gegeven moment beter dan mijn rechterhand. Maar mijn echte talent zit aan de rechterkant. En daar zit voor mij het verschil tussen talent en competenties. En wat is dan een competentie? Want ik denk dat dat voor veel mensen ook niet duidelijk is. Een competentie is een ontwikkeld talent. Een combinatie van kennis, kunde, vaardigheid die je ontwikkeld hebt. Als ik kan wel rechtshandig zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat ik kan schrijven. Dat zal ik eerst moeten ontwikkelen. De competentie schrijven moet ik ontwikkelen. En dat doe ik bij voorkeur daar waar ik mijn talent heb liggen, dus met mijn rechterhand. En datzelfde zie ik met die voetballetjes. Ik krijg een 6-jarig jongetje binnen en die ga ik leren voetballen. Nou, wat is het eerste wat je kijkt? Is die rechtsbenig of is die linksbenig? En dan ga je kijken, oké, waar ga ik hem op trainen? Als ik jou vraag van, je ziet dat het manneke rechtsbenig van nature is, waar ga je hem dan eerst op trainen? Op zijn rechterbeen of op zijn linkerbeen? Ik mag aannemen op zijn rechterbeen. Waarom? Daar leert hij het sneller. Het spelletje wordt sneller leuk voor hem. En we maken sneller progressie. Tot het moment dat hij, laten we zeggen, 1 jaar of 9 is. Hij kan heel aardig voetballen met dat rechterbeentje. Maar hij wordt steeds vaker geforceerd aan de linkerkant. En het wordt steeds vaker een probleem. En het spel gaat sneller. Dus hij zal wel moeten. En dan gaat hij vanzelf ook wel zijn niet-talenten ontwikkelen. En dan gaat hij ook competenties ontwikkelen op die linkerkant. Nou, en dat is hetzelfde met alle talenten die je in jou hebt. En heel veel van die talenten zitten dus ook in je hersenen. En wij praten dus ook over talenten in de hersenen en voorkeuren in de hersenen. De een is meer sterk aan de rationele kant, de ander meer aan de emotionele kant. Wil niet zeggen dat je het ander niet hebt en niet doet. Heeft u daar misschien een voorbeeld voor de luisteraar van? Hè? Vanuit de hersenen, de emotionele kant, rationele kant. Wat bedoelt u daar mee? Nou ja, wat er... Als ik naar de middelbare school kijk, dan kiest iemand een bepaald profiel. Meestal wordt dat gekozen omdat ze aan die kant wat sterker zijn. Bijvoorbeeld iemand heeft wat meer gevoel voor de B-vakken, wiskunde, natuurkunde, wat dan ook. En vindt dat misschien om die reden ook nog leuker ook. Gaat verzinnen, misschien wil ik wel een technische richting op, dus ik kies een profiel in die kant. Nou, waar gaat zijn ontwikkeling naartoe in zijn competenties? Gaat nog verder naar die rationele kant. Wat doet hij op dat moment met zijn ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden? Of met zijn andere elementen, zijn taalvaardigheid? Eigenlijk heel weinig. Dus je gaat die talenten heel extreem ontwikkelen. Hetzelfde als ik het voetballetje blijvend alleen maar op zijn rechterbeen blijf trainen. Nou, dan heeft hij de middelbare school afgerond. Wat voor studie gaat hij kiezen? Een technische studie. Dus waar komt de impuls? Opnieuw aan die rationele kant. Loopt daar een leuke partner tegen het lijf. Die zit daar ook niet voor niets. Dus die is ook primair aan die kant ontwikkeld. Dus waar komt de impuls op dat vlak? Weer niet aan die andere kant. Tot het moment dat ergens er een keer een omslagpunt komt. Dat je geconfronteerd wordt met het feit dat je die andere kant nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je manager wordt. En eens met mensen om moet gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen krijgt. En daar iets mee moet. Dat je te maken krijgt met... Iemand in de familie die ziek wordt, waarmee je daar geconfronteerd wordt. Er kunnen ineens allerlei factoren komen op een ander vlak die jou dwingen om ook die andere kant te gaan beoordelen. En ik heb dat bijvoorbeeld veel gezien bij die accountantskantoren. Waarom nemen, of wat voor mensen nemen de accountantskantoren primair aan? Dat zijn mensen die goed zijn op de opleidingen in die accountancy, want dat zijn de beste jongetjes en meisjes van de klas. Wat laten we ze doen? We stoppen ze achter een bureau en laten ze primair datgene doen waar ze goed in zijn. En als ze dat een paar jaar heel goed gedaan hebben, dan gaan we ze belonen. En wat is de beloning? Dat ze ineens andere mensen aan mogen gaan sturen. Of dat ze naar klanten mogen. Of dat ze onder elkaar peer reviews contact mogen hebben. Datgene waar ze nou net niet in opgeleid zijn. En dan gaat het schuren. Dan zie je er een aantal die blijken daar toch ook nog wel talent voor te hebben. En die vliegen door en die worden partner. Maar dan blijken er ook een aantal te zijn
die krijgen daar ongelofelijke stress van. Die blijken daar helemaal niet goed in te zijn. Worden dus ook geen partner, raken daar redelijk gefrustreerd van. Moeten wel die teampjes blijven aansturen. Maar hoe sturen zij hun teams aan? Wat is de coaching en de begeleiding die zij naar hun teams geven? Alleen op vakinhoud. Wat is het grote probleem van dit soort organisaties? De retainment, vasthouden van mensen. En als je dan ziet in exit interviews waarom die mensen weggaan, dan is dat dus omdat op de identity match, zoals we dat noemen, dat het daar misgaat. Er is geen gevoel voor het tevreden houden van mensen. En die vakinhoud, nou ja, dat is het probleem niet. Maar waarom zitten die mensen daar? En wat willen die mensen nou eigenlijk? Wat zoeken die mensen nou eigenlijk? Wat willen ze met hun carrière? Wat willen ze met de work-life balance? Dus het wordt eigenlijk heel eenzijdig gekeken. Ja, en dat komt omdat die mensen primair zo in elkaar zitten, opgeleid zijn en verder gevormd zijn. En ze niet ook zelf getraind zijn op de andere kant. Als je daar zelf niet op getraind bent, kun je het ook niet naar een ander transponeren. En is dit een van de grootste valkuilen op het gebied van talent qua bedrijven? Of zijn er meer punten waarvan je denkt, daar loop ik zo vaak of dat zie ik zo vaak? Voor mij zijn er twee elementen. Eén element is inderdaad van, oké, waar gaan we nou eigenlijk op trainen? En dan geloof ik er ook niet in dat je, dus eigenlijk wordt er altijd gezegd, want dat is mode in de laatste 20 jaar. Ik zeg 20 jaar, maar goed, een beetje vanaf blijven. In ieder geval heel erg lang al. Je moet mensen trainen op hun kracht, op hun sterke punten, op hun talenten. Nou, vind ik briljant. En de reden daarvoor is, dan kunnen ze meer bereiken, dat vinden ze leuker en ja, fantastisch, dat snap ik. Maar wat gebeurt er nou, en dat voorbeeld wat ik net gaf, is er dus zo'n voorbeeld van, als ze wel constant gechallenged worden aan de andere kant. Wat nou als wij een spits hebben die nooit mee verdedigt? En hij krijgt bakken met kritiek omdat hij niet mee verdedigt. Kijk, zolang hij blijft scoren, zullen ze misschien nog gedogen. Maar als hij eventjes droog staat, dan gaan ze zeggen, hey, je verdedigt ook nog niet mee, dan heb je ineens een probleem. Dan zit je eigenlijk onder een soort vergrootglas. Precies. Van wat je dan niet kan, zeg maar. Ja, dus ik zeg altijd van, je kunt natuurlijk een heleboel opvangen. Ja, als ik slecht ben in alle administratieve geneuzel wat er omheen en wat erbij hoort, prima, dan heb ik een goede managementassistente. Fantastisch. Maar ja, er zijn ook situaties waar dat niet zo werkt. En ik kan ook een heel eind omhoog vallen op mijn sterke kant, maar als toevallig datgene waar ik dat in doe wegvalt, hè, kijk naar de banken waar mensen op hele specifieke kennis omhoog kwamen. Als toevallig dat stuk wegvalt aan werkzaamheden, aan taken, dan vallen ze een heel eind naar beneden. Want ze zijn niet getraind op alle andere dingen daaromheen. Nee, eigenlijk een hele basis van succes valt weg. Precies. Dus ik denk dat je steeds moet kijken, waar ga ik mijn energie in steken, in welk stuk van mijn ontwikkeling. En dat je in de basis mensen primair traint op hun sterke kant. De 6-jarige voetballetjes op hun voorkeursbeen, ja. Daar is de kracht, daar moeten ze scoren, daar moeten ze geld mee verdienen. Maar op het moment dat het andere een valkuil gaat worden, en zeker ook dus als het stress gaat geven van mensen, ja, dan zul je er iets mee moeten doen. En al die mensen die nu met die work-life balance problematiek zitten, ik durf te zeggen dat 80-90% van de mensen daar komt omdat ze ook een heleboel dingen moeten doen waar ze eigenlijk in de basis niet voor opgeleid zijn en misschien ook niet primair hun talenten hebben liggen. Maar het geeft wel stress. En we hoorden net het woord energie, hè? En wat ik veel merk, we leven in een wereld waar technologisch, multimedia, je compleet overprikkeld kan worden. Er komt heel veel op je af, er is heel veel keuzestress. Is het dan niet des te belangrijker inderdaad dat je inderdaad weet van, goed, ik doe iets wat mijn talent is, maar dat je inderdaad dus ook een soort profiel van jezelf maakt van, als ik daar en daar en daarheen wil, dan zal ik dus ook die aspecten voor mezelf wel moeten trainen in een basisniveau, dat ik er in ieder geval mee verder kan. Het is voor mij één van de elementen. Ja. Wij werken altijd vanuit 4 assen. En dat is voor ons echt een absolute basis. IQ. Ja, kennis, kunde, vaardigheid. Ik heb veel toptennissers mogen trainen. Ik zeg altijd, als die tennissers niet met hun racket om kunnen gaan, hoeven ze de baan niet op. De FQ. Fysieke kant. Als je niet fit bent, geen energie hebt, fysiek, dan hoeven ze ook die baan niet op. Maar die wedstrijd winnen ze op de EQ en op de SQ. Passie, de motivatie, het relationele, het om kunnen gaan met spanningen, om kunnen gaan in de relatie met andere mensen. Daar winnen ze die wedstrijd. En we hebben duizenden trainingen gegeven in al die grote bedrijven en ook wel kleinere bedrijven.
En overal vraag ik altijd eerst, wat is voor jou energie? Geef mij nou eens aan, wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie? Als jij op het eind van een dag helemaal steenkapot thuiskomt, wat heeft dat nou veroorzaakt op die dag? Hoeveel heb jij nou fysiek die dag, als je nou vanavond thuiskomt, hoeveel heb je dan fysiek gedaan? Van hier naar de auto en terug waarschijnlijk. En misschien nog 5 keer naar het koffieapparaat. Nou, dan heb ik al een fysieke dag gehad. Ja, meestal laat je je collega de koffie halen, ik snap het. Ja. Maar wat heeft dan wel al die energie gelekt of juist gegeven? Dat is, voor bijna alle mensen is dat op de EQ-as, de sociale as, de relatie naar mensen. Of dat je iets gedaan hebt wat in jouw passie ligt, in jouw motivatie ligt, in jouw ambitie ligt, iets wat je leuk vindt. En daar haal je de energie uit. Jan, zou je wat specifieker willen zijn in dat er energie wordt gelekt op de sociale as? Kun je daar wat voorbeelden van geven? Het gaat altijd om de relatie naar mensen. Dus als wij naar de EQ-as kijken, dan gaat het over jezelf, over jouw eigen persoonlijkheid. Nou, als ik dus vraag van wat heeft je energie gegeven en gekost, kan ik al een heleboel dingen zien die rechtstreeks gerelateerd zijn aan jouw persoonlijkheid. En dat is dus ook voor iedereen anders. Wat jouw energie kost, zal een ander juist energie geven en andersom. Jij vindt al het administratieve geneuzel fantastisch, ik heb er een hekel aan. Dat kan dus een verschil zijn. Het tweede aspect gaat naar de ander, de één-op-één relaties. Dat, wij moeten met elkaar iets doen, ik moet jou aansturen. Nou ja, waarschijnlijk zal het andersom zijn, maar vooruit. Dus jij moet mij aansturen. Nou, hoe gaat dat? En geeft dat voor jou spanningen of niet? Of gaat je dat heel makkelijk af? Gaat dat niet makkelijk? Ben ik heel vervelend? Nou ja, er kunnen allerlei dingen in zitten. Volgende stap is team. Hoe gaat de teamdynamiek? Zijn er conflicten in het team? Zijn er spanningen in het team? En het lastigste op die EQ-jas is change, veranderingen. Ja, dus als wij, verandering is tegenwoordig fact of life, om het zo te zeggen. In bijna ieder bedrijf ook. Wat doet dat? En wat doet dat met de mensen? Wat doet het met de relatie met de mensen? We worden allemaal onzeker. Kijk tegenwoordig naar die grote bedrijven waar er duizenden mensen uit moeten. Wij geven trainingen bij een paar van die grote bedrijven. En dan staan we een training te geven en 1/3 van de groep zegt dan van ja, volgende week zit ik er niet meer. En dat is dan niet omdat ze een verplichting hebben, maar dat is omdat ze gewoon het bedrijf uitgaan. Nou, dat geeft spanning in zo'n groep. En dat geeft ook weer onzekerheid bij de andere mensen daar. En waar gaan we dan naartoe en hoe moet dat dan? En die onzekerheid. En dat zien we dan dus ook terug op de SQ bij de mensen. En dan moeten we dus ook gaan werken op de sense, op de why. En als je dus praat over de relaties tussen mensen, dan is dit waar het om gaat. En SQ is echt een zingeving, zeg maar. Dat is de zingeving. Als ik, ik heb een defensieachtergrond. En wij zaten in een tijd dat er echt nog heel veel interesse was bij mensen om het leger in te gaan. Dus wij zijn echt wel serieus geselecteerd. Selectiefouten maken ze altijd, dus ik ben ook er doorheen gekomen. Maar gemiddeld zaten er echt wel hele goede mensen. Maar op een militaire academie waren wij na 3 maanden bijna de helft van de mensen kwijt. En waarom? Omdat die mensen voor een groot deel zelf weggingen. En waarom? Omdat ze op de een of andere manier niet pasten in de cultuur die daar was. Ja? Als jij midden in je nacht je bed uitgetrimd wordt om door een sloot te gaan lopen, en een of andere sergeant die zit tegen jou te schreeuwen, ja, sta je daarachter. Past dat met jouw values, met jouw opvattingen over hoe het leven moet zijn? Nou ja, we zagen zo'nzelfde iets nog weer over de taakstelling van een leger. Ja, eindje verder in de carrière, toen viel de muur. En toen we nog voor het grootschalig conflict gingen, toen hadden we allemaal nog zoiets van oké, dan verdedigen we ons land. Daar stonden we wel voor. Maar ineens moesten we ergens in het Midden-Oosten gaan staan tussen een aantal partijen waar we bij God niet begrepen wat ze nou eigenlijk daar voor ideologie in hadden en waarom ze dat deden. We begrepen hun moraliteit niet. En er waren ook een heleboel mensen die daarop afhaakten. Ik heb daarna bij accountantskantoren gezeten. Daar was de grote kriem op het eind van de week het urenbriefje. Als jij niet zoveel directe uren had gemaakt, dan had jij een groot probleem. Als jij niet zorgde dat jij je studie haalde, dan ging het ook fout. Dus 2 weken van tevoren, de carrière-tijgers, die melden zich ziek en die haalden hun examens en die konden carrière maken. En de mensen met hart voor de zaak,
Die moesten voor 2 werken, haalden hun examens niet en die werden afgeschreven. En dat soort dingen, dat gaat natuurlijk over values. Is ook een element van de sens. En wil je dat? Sta je daarvoor? En wat doet dat met jouw passie, met jouw ambitie? In hoeverre is dit geïntegreerd bij bedrijven? Want mijn eigen bescheiden persoonlijke mening is dat, we hadden het net al over van veel naar IQ gekeken, hè, is je kennis en kunde op orde. Nou, als je geluk hebt, krijg je ook nog een gesprek van, hoe gaat het emotioneel? Hè? Hoe is je inlevingsvermogen? Krijg je soms een bepaalde test van? Dat is nou maar de vraag of dat dan de goede test is. Daar wil ik dadelijk ook nog iets over vragen. Maar de SQ is denk ik voor veel mensen totaal onbekend. Nou ja, kijk, we kijken af en toe naar de SQ. En dat is vooral als we mensen binnen willen halen. Ja, zodat de accountantskantoor maar weer kiest. Wat is nou jouw motivatie om te kiezen voor Ernst & Young of KPMG of Deloitte of wie het dan ook mogen zijn? Nou, wat gaan ze dus doen? Ze gaan kijken, hoe kan ik jou triggeren? Nou, bij ons krijg je de mooiste klanten, de grootste klanten, de duurste auto, de meest fantastische opleidingen. Ja, en we zijn een internationaal kantoor, je mag naar het buitenland. Nou ja, fantastisch natuurlijk. Dan kijken we naar de SQ, want dan triggeren we er. Vervolgens, wat doen we met die mensen? We zetten ze achter het bureau. En je krijgt wat je beloont. En wat doen we in de beoordelingsgesprekken en in de functioneringsgesprekken? Waar beoordelen we ze op? Puur op hun prestaties. En waar kijken we op dat en waar praten we dan over? Vakinhoudelijke dingen. Ik zei net al, op grond waarvan gaan mensen uiteindelijk omhoog? Of ze hun cijfertjes gehaald hebben. Zowel in de urenbriefjes als in de opleiding. En er wordt helemaal nooit meer naar de EQ en de SQ gekeken. En wat zien we dus in de exit interviews? Dat de redenen zijn waarom die mensen weggingen. Want na 3 jaar zeggen zij van, helemaal wacht eens even. Ik zou toch naar het buitenland gaan? Jullie hadden toch van die hele mooie klanten? Ik heb nog geen klant gezien. En dan helemaal niet. Ik ben op vakantie geweest, maar dat is dan het enige. En dan zegt die partner, maar je komt pas net kijken. Dat kan toch nog helemaal niet. Dus dat die expectation gap, die misschien best simpel op te lossen zou zijn, daar gaat het mis. En dat is dus allemaal EQSQ. Ja, dus je hebt bepaalde waarden. Je komt binnen vanuit een bepaalde affiniteit. Je voelt zoiets, je verbondenheid. Je bent daar. Je doet werk wat je misschien goed doet, waar je op beloond wordt op dat deel, maar waar je vanuit je SQ, waar je echt voor staat, Daar is dan een mismatch. Maar denk eens aan de EQ. Je zit daar met een team van 10 assistenten. 1 of 2 mogen erdoor. Wat doet dat met een teambinding, met een teamband? Ga ik delen met jou? Ga ik jou sterker maken, jou beter maken? Jouw goede prestaties laten halen? Nee, bij voorkeur juist het omgekeerde. Toch? Vrij. Ja. Menselijk, denk ik. Wat ik zelf ook merk is, ik ben bij redelijk wat beoordelingsgesprekken geweest en heb daar ook trainingen gegeven aan managers, leidinggevenden. En wat ik dan zie, is dat ze dan een vraag stellen van, waar ben jij goed in? En dan krijg je vaak een antwoord, wat je eigenlijk net ook al zei, Jan, is dat iemand iets zegt waar hij goed in is, waar hij op beoordeeld is. Want daar moet hij goed in zijn, want dat wordt van diegene verwacht. De vraag waar je energie van krijgt, waar word je gelukkig van, die heb ik zelden tot nooit gehoord. En er wordt vaak ook gedenkt in brackets van tijd. Hè? Als je maar genoeg of hard genoeg werkt, dan ben je ook nog eens een stuk productiever. Ja, nou ja, dat is 2 vragen in 1 eigenlijk. Ik wil het zeggen, volgens mij zijn het er wel 4 in 1. 4 in 1, ja. Kijk, die laatste is natuurlijk alweer een puur fysiologisch fenomeen. Ja. En tegenwoordig weten we steeds meer van het brein en hoe dat werkt. We weten steeds meer van het lichaam hoe dat werkt. En ja, ik heb bijvoorbeeld met de advocaten een briljante discussie gehad. We trainen de grote advocatenkantoren in Nederland. En ik was met die partners bezig. En toen ging het er dus ook over, hoeveel werk je? Nou, ze werken gemiddeld 14, 15 uur per dag. En aan 1 stuk door. Nou, niet helemaal waar. Ze hadden 2 keer een breekje. Dus ze werkte 3 periodes van zo'n 5 uur onafgebroken. Nou, ik alle theorieën over het lichaam en het brein uitleggen. Snappen jullie dat pauzes een toegevoegde waarde op de productiviteit heeft? Dat je meer gaat presteren als je af en toe even niks doet. Snapten ze helemaal. Het zijn slimme mensen, dus dat snappen ze. Maar we gaan het toch niet doen, zeiden ze. Ik zeg, wacht even. Jullie begrijpen dat het meer output geeft en toch gaan jullie het niet doen. Het is nog beter voor je lichaam ook nog, dus je houdt het langer vol. Nee, we gaan het niet doen.
Toen zei ze, heb je die film The Firm gekeken? Ik zeg, natuurlijk. Nou, wij declareren per minuut. En ik kan toch geen minuten schrijven als ik ze niet maak? Ik zeg, laat ik het goed begrijpen. Jij declareert de klant 60 minuten, waarin je minder presteert als dat je met 10 minuten pauze 50 minuten. Dan doen jullie het nog slechter dan de gemiddelde golf- of tennispro. Want die verkopen wel een heel uur, maar we nemen daar 10 minuten pauze in. Maar er wordt niet gedacht in productiviteit. Er wordt niet gedacht in energie. Er wordt gedacht in minuten die geschreven kunnen worden. En als je daar dus op gaat beoordelen en daar dus op gaat leven, ja, dan ga je een heel ander fenomeen krijgen. En als je ook als kijkt, een laatste mooi woord, dat noemen ze dan aandachtsvaluta. Dat je aandacht maar één keer uit kan geven. En dat mensen daarvan uit balans raken. Want elk mens heeft verschillende rollen. Je moet de vader zijn. Je moet de beste partner zijn. Je moet goed functioneren op je werk. Op voetballen wil je nog eens presteren. Op multimedia moet je dat ook nog eens even aangeven. Op Facebook van hoe goed ben ik. Hoe kan je daar mee omgaan in deze huidige tijd, zodat je die totaalbalans, hè, want al die aspecten zijn belangrijk. Hoe kan je dat stimuleren? Want nou ja, ik zie daar een heel duidelijk verschil tussen alle generaties. Ja, als we kijken naar de oorlogsgeneratie of de generatie die direct daarna kwam, dat was de generatie die er echt voor ging, jongens, samen de schouders eronder, samen voor de wederopbouw. Ja. Harry Jekkers zei dat heel mooi, spruitjeslucht all over. En iedereen samen proberen weer heel Europa, heel de wereld weer op poten te zetten. Welke generatie kwam daarna in de 60s en de 70s? Ook vanuit de luxe dat dat kon, want ja, overleven kun je altijd wel met een goed sociaal vangnet. Dat was de tijd van de flower power. Is dat de protestgeneratie? Dat is de protestgeneratie, dat is de generatie die weer terugging naar het individualisme. De individu mocht er weer zijn. En zo gingen ze dus ook leven. Dus er kwam een hele andere manier van denken en doen. En die hadden ook zoiets van, ja, waarom nou zo hard werken? Kom op jongens, er is meer in het leven dan dat. En daar kwam dus weer een terugslag op. Hun kinderen zetten zich daar weer tegenaf. En daar kwam het tijdperk van materialisme. Ja, als we in de 80er, 90er jaren kijken, ja, dan was het echt van, wij dachten vroeger dat dat de patatgeneratie was. Ook alle voetballers in die tijd zijn zo genoemd, hè, de Van der Vaarts en dan weet ik het wat. Dat was de patatgeneratie. Maar we hebben één ding onderschat. Dat zijn kinderen die in hun jeugd alles meegekregen hebben. En voor hun is dat de norm geworden. Dus toen zij inderdaad op eigen benen gingen staan, was de norm, er moeten minimaal 3 auto's voor de deur staan, we moeten minimaal 2 keer per jaar op vakantie, we moeten een prachtig huis hebben, we moeten perfecte huisvader of huismoeder zijn en we moeten succesvol zijn in ons werk, alle twee. En ze waren bereid zich daar kapot voor te werken. En wat zien we dus nu eigenlijk weer als terugslag in die volgende generatie? Op dit moment, de jongeren, zitten gewoon ook anders in het leven. De huidige generatie, laten we zeggen de huidige twintigers, ja. Ik vind het een beetje moeilijk om in X en Z-generaties te spreken, maar ja, laten we zeker naar de Z-generatie, maar misschien ook nog wel een stuk van de Y-generatie kijken. Die zijn best, tuurlijk, ze genieten van het mooie van het leven, ze genieten van het materialisme. Maar als ze keuzes moeten maken, is dat niet meer altijd op het materiële gebaseerd. En ze zijn best bereid voor minder salaris te gaan werken. Ze zijn best bereid om een betere, leukere baan te krijgen, dingen te laten liggen. Dus je ziet al een terugslag komen op dat vlak. En ik denk dat dat dus meer met de generatie te maken heeft dan met het tijdperk aan zich. En je ziet toch, dat merk ik vanuit mijn trainingswereld, uit de literatuur, maar jongeren onder mij. Ik ga al richting 40, vanuit TNO heb ik dan gelezen dat ik dan al oud ben. Dat is best pijnlijk. Maar je ziet wel van, terug inderdaad, een beetje een link ook eigenlijk met die protestgeneratie, terug naar de waarde, wat vind ik belangrijk, spiritueel quotient denk ik ook meer. Maar ik zie ook wel dat zij ook wel eens mag ik die corrigeren? Ja, oh ja, heel graag. Je zegt de spirituele quotient, daar wil ik, als dan, de sense quotient telt voor iedereen. De sense quotient is, wat drijft mij? Wat geeft mij de zingeving?
En de zingeving kan zijn dat je meer de spirituele kant, de niet-materiële kant, weet ik het wat, kiest. Maar dat kan net zo goed zijn iemand die gedreven wordt door geld. He, dus als we praten over de spirituele quotient of de sense quotient of de meaning quotient, hoe we hem dan ook willen noemen, wil dat voor mij alleen maar zeggen, wat drijft een mens? Hele mooie aanvulling. Bedankt hiervoor. Maar die worden ook wel eens, het klinkt een beetje hard, maar de burn-out generatie genoemd qua omvallen. Herken jij dat? Of zie jij dat? Of wat vind jij daarvan? We zien niet meer burn-out op dit moment. We zitten natuurlijk bij heel veel van die bedrijven. We zien niet meer burn-out nu. We zien wel dat jongeren op jongere leeftijd al doorgroeien en meer kansen krijgen. Daar zijn we tegenwoordig schijnbaar wel meer open voor. En je kunt wel zien dat iemand die heel jong doorstroomt natuurlijk ook veel meer kans heeft om versneld tegen die work-life balance problematiek aan te lopen. Maar ik zie dat meer als een versnellingseffect vanwege sneller doorgroeien dan wat anders. Oké. En qua talent, we hadden het voor de podcast er even over. Je had een heel mooi voorbeeld vanuit de tenniswereld. Talent hoeft niet per se iets te zijn wat je leuk vindt. Dat vond ik best wel een shock. Want ik heb toch eigenlijk altijd wel geleerd. Hè? Talent is vanuit je drijfveren en dat vind je leuk. En dan als je altijd maar uit je talent werkt, dan is het bevlogenheid. En dan zing ik elke dag Shiny Happy People en alles is goed. Maar toen las ik het boek en toen dacht ik van nou, dat hoeft dus niet per definitie waar te zijn. Ik denk dat het heel vaak een soort self-fulfilling prophecy wordt. Waarom? Als je iets goed kunt, heb je goede resultaten. Dat geeft beloning, in welke vorm dan ook. Dat geeft applaus. Dat is altijd leuk. Dat geeft complimentjes. Dus ja, natuurlijk. Dat vindt niemand vervelend. Wat ook heel veel mensen doen, is datgene wat ze echt leuk vinden, maar waar ze wat minder talent voor hebben, om dat hun hobby te maken. Ja? Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan, maar als schilder ben ik compleet gezakt, gefaald, weet ik het wat. Terwijl tekenen op middelbare schooltijd een van de leukste dingen was die je mij kon aandoen. Dus ja, je kunt het ook je hobby maken en dan past het nog wel. Maar het kan natuurlijk veel verder uit elkaar liggen. En het voorbeeld waar we het over hadden was een van de meest bijzondere tennissers die de wereld ooit gekend heeft. Een Jannik Noah. Een fantastische tennisser, echt ongelooflijk. Een combinatie van waanzinnige power met de mooiste touch, mooiste balgevoel wat je maar kunt verzinnen. Eén beetje jammer, hij vond er niet zoveel van aan. Wat vond die man leuk? Muziek. Gitaarspelen. Klein beetje jammer, daar had hij nou wat minder talent voor. Dus waarom tenniste die jongen? Daarmee werd hij beroemd, verdiende hij veel geld. En om die reden wilden de mensen ook wel naar zijn muziek luisteren. En zo werd hij nummer 1, zelfs in de top 40 in Frankrijk. En wat doet die jongen op dit moment? Fulltime muziek maken. Hij speelt af en toe ook nog wel een veteranentoernooitje, dus hij zal geen hekel hebben aan de tennissen. Maar zijn passie, zijn motivatie ligt bij de muziek. Maar zijn echte talent ligt heel ergens anders. En ik denk dat best veel mensen dat zullen herkennen. En ze zeggen wel eens van wat is nou belangrijker? Dat je talent voor iets hebt, voorkeur, wat hij ook zei, aanleg ook voor een deel. Of dat je een bepaald doorzettingsvermogen hebt, of zou dat je talent kunnen zijn? Want je ziet wel eens mensen met een bepaald talent voor gitaar, voor tennis, die het dan toch niet halen. En je ziet iemand die minder talent heeft, maar wel gigantische werketels heeft en toch een heel eind komt. Hoe zit die balans? Mogen we dan even terughalen naar de definitie van talent? Talent wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je daar aan die kant een voorkeur hebt of sterker bent dan aan de andere kant. Wil dat zeggen dat je de andere kant niet hebt? Nee. Ik ben rechtsbenig, Messi is rechtsbenig, dus ik ben net zo goed als Messi. Ik ben bang dat dat niet helemaal opgaat. Sterker nog, ik denk dat Messi met zijn linkerbeen nog een heel stuk beter is dan ik met mijn rechterbeen. Ja, dus het zegt ook niks over het nominale niveau, het objectieve niveau. Waar het om gaat is, wat ontwikkel je? En hoe ver kun je het ontwikkelen op die kant? En ik denk dat iedereen die over talent praat dus ook zal aangeven, het is 90% zweet en 10% talent. En we hebben het wel eens over, ook met Danny, we hebben heel veel discussie over van
In het boek stond het iets anders, maar stel ik moet een sporttest doen. En die moet ik in 12 minuten moet ik 2400 meter. Nou, super. Ja. Ik vind dat echt niks aan, maar ik haal het met twee vingers in mijn neus. Dan zou dat wel een talent van mij kunnen zijn, net zoals het voorbeeld wat ik niet leuk vind. Ik hoor ook wel eens mensen die dan zeggen van, maar is het dan wel je talent als je het niet leuk vindt? Want zit talent niet aan je drijfveren? Moet je het niet, is dat niet complementair aan elkaar? Als je talent definieert aan hoe makkelijk en op welk niveau kan ik een competentie verwerven, ja, dan is het dus absoluut een talent. Alleen, ja, ik was ook een loper van huis uit, maar ik vond de balsporten leuker. Dus toen wij bij Defensie 12 minuten loop moesten doen, met als eis, nou ja, 2700 meter. Toen liep ik 2700 meter, toen was ik 8,5 minuut onderweg. En toen nam ik de eerste de beste afslag naar het voetbalveld. Want ik had mijn 2700 meter toch gelopen. Ja, dus ja, het was wel degelijk een talent, maar voor mij hoeft het niet zo nodig. Dus ik ging er ook niet verder op door om er iets van te maken. Ja, maar wij gebruikten zelf wel eens het voorbeeld van café pindakaas van Pietertje, kom maar wisselen. Dan moet ik dan altijd wel een beetje aan denken, nou in dit geval kon Pietertje echt niet voetballen. Maar Pietertje was wel dusdanig gedreven en die wist wel van waar ligt wel mijn kracht. En dat was dat zwemmen, dat hij letterlijk in dat water springt. En waarom zeg ik dit? Nature, nurture. Omgeving kan een gigantische druk op jou uitvoeren van je moet dit doen. Ja. Een vriend van mij die is heel goed in timmeren, maar zijn vader studeerde aan de TU, dus hij moest techneut worden. Ja. Kijk, ik vind dat vaak nog belangrijker in dit soort elementen wat dat doet met de SQS. We hebben een collega en die vader die was hoogleraar Latijn en de moeder was, nou, ik weet niet, hoogleraar of in ieder geval lerares wiskunde. Allebei streng gelovig, dus thuis was het echt van, nou, doe maar normaal, dat is zoveel te gek. Hoe werd dat kind opgevoed? Strakke discipline. En je moet studeren, je moet serieus zijn en dit en dat. Hij had twee zusjes, die deden perfect in dat profiel. Alleen deze jongen, dat was er zo'n eentje van, nou ja, we zouden tegenwoordig ADHD noemen. Het vloog alle kanten op met de energie. Hij had wel het talent. Dus hij heeft uiteindelijk ook een klassieke studie gedaan. Met goede resultaten. Hij heeft het geluk gehad, als ik dat zo mag zeggen, dat hij een hartafwijking had. Dus hij moest sporten. Daar bleek hij mega talent voor te hebben. En hij is dus uiteindelijk in die sport doorgegaan. Toen hij zich uiteindelijk thuis losgemaakt had. Maar wat heeft dat met zijn SQ gedaan? Waar heeft die jongen zijn leven lang zijn motivatiefactoren gehad? Erkenning krijgen, waardering krijgen. En dat heeft hem constant gedreven in alles wat hij deed. En dat is nog veel belangrijker gebleken dan welke andere push van huis uit ook. En zeker natuurlijk proberen erkenning te krijgen van zijn ouders. Maar zelfs als hij daar altijd in teleurgesteld wordt, als je niet 10 keer per dag tegen zo iemand zegt van, goh, wat doe je dat goed, wat doe je dat geweldig, dan heeft hij een slechte dag gehad. En als je 1 keer zegt, wat doe je dat fantastisch, dan gaat hij nog 2 keer zo hard rennen. Dus ik vind dat aspect van wat je meekrijgt van je omgeving nog veel belangrijker. En dat telt ook van je baas en van je partner en van iedereen die invloed op jou heeft. Speelt dit ook veel bij, eigenlijk zeg je het al, bij leidinggevenden, dat daar te weinig aandacht voor is? Absoluut. Als je naar alle testjes kijkt, overal komt uit wat drijft een mens. En wat blijkt dan uit alle testen die we doen, al sinds de jaren 60 of nog eerder, dat het eigenlijk altijd in de handen van de manager ligt. En het kost niet eens geld. Want geld staat nooit bij de top 3. En ook niet die auto en ook niet die telefoon en ook niet die computer. Het gaat altijd om dat schouderklopje, om de invulling van het werk, om de mate van autonomie, de mate van steun, de mate van, nou ja, verzin het. Dat zijn de elementen. En de duidelijke doelen. Eigenlijk ook gewoon dus communicatie met de persoon. Serieus genomen worden. En denk ik een mooie brug. De persoonlijkheidsdriehoek. Door je ontwikkeld. Daar komt een heel groot deel wat we net hebben besproken, denk ik, in naar voren.
Maar er zitten nog wel wat meer punten bij. Ik zag nog wel wat. Het is meer een uitwerking. Dus het basismodel zijn de vier assen. Ja. De persoonlijkheidsdriehoek zit eigenlijk vooral op die EQ-as. Misschien ook wel naar de SQ-as. Wat mij verbaasde is... Wij deden wel eens wat met testjes op dit vlak. Ik mag dat in het bijzijn van een psycholoog eigenlijk niet zeggen. Maar psychologen zijn allergisch voor testjes. Maar... Wij deden zo'n persoonlijkheidstestje, dat vinden de mensen altijd leuk. En we deden een MBTI. En dan kwam er eens iemand naar mij toe die zei van, goh, we hebben de DISC. Nou, wat leuk, laat zien. En we hebben insights, laat zien, wat leuk. Nou, zo kwamen er een heleboel van die mensen. Nou ja, je gaat alles eens eerst op jezelf toepassen, toch? Dus je gaat zo'n ding maken. En op een gegeven moment had ik 10 van die testresultaten naast me liggen. En alle 10 dacht ik, oh, dit klopt wel, dit ben ik wel. Maar als je ze dan met elkaar gaat vergelijken, dan bleken er enorme verschillen in te zitten. Sterker nog, sommige waren lijnrecht tegenover elkaar. Gewoon opposite. Dus ik denk, ja, hoe kan dat nou? Dat kan 2 dingen betekenen. Dat betekent dat ik of schizofreen ben, maar dat is natuurlijk een optie die je redelijk snel verwerpt. Oh ja. Of dat terecht is, weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Maar de andere optie is dus, ze meten dus schijnbaar allemaal iets anders. Nou, dan ga je naar de mensen hier in Nederland die dan die testen geven. Nou, allemaal roepen ze hetzelfde. Ja, wij meten persoonlijkheid. Wij meten competenties. Wij meten... Nou, daar kwamen we dus niet verder. Dus toen zijn we... Of we... Toen ben ik een tripje gaan maken naar een aantal van de ontwikkelaars van de testen. Wat universiteiten in Engeland, Amerika, want daar komt het meeste vandaan. En is gevraagd van, ja, wat meten jullie nou eigenlijk? Wat zit hier nou onder? En toen bleek inderdaad dat er nogal wat verschillende elementen zijn. Toen heb ik de zaak omgedraaid en gezegd, wat kun je dan eigenlijk meten aan een mens? Nou, en dat is eigenlijk de basis voor deze driehoek. En voor mij ligt dan de basis in het karakter, gedrag, intelligentie en dat komt samen in de competenties. Vooral dat verschil tussen karakter en gedrag, dat was een hele belangrijke. En wat verstaat u voor de luisteraar onder gedrag? Nou, het viel mij al op dat er ongeveer 100.000 testen te vinden zijn op gedrag. En maar een paar op karakter. Dus dat geeft denk ik al iets weer. He, er is een heel mooi onderzoek gedaan door Hay en McBurr. Van ja, wat drijft nou eigenlijk een mens? En dat hebben ze dan in de vorm van een ijsberg laten zien. He, wat is het bijzondere van een ijsberg? Je ziet alleen het topje. En onder is hij een heel stuk breder dan boven. En waarom hebben ze deze metafoor genomen? Omdat ze zeggen van hoe hoger het in de ijsberg zit, hoe makkelijker je het kunt zien, hoe makkelijker je er iets mee kunt, ook in de ontwikkeling, maar hoe minder belangrijk het is voor de persoon aan zich. Omgekeerd, hoe lager het zit, hoe moeilijker het te zien is, hoe moeilijker het te veranderen is, maar hoe belangrijker het is voor je doen en laten. En dan blijkt dus dat karakter bijna helemaal onderin zit. En waarom? Omdat karakter gaat over de voorkeuren in je hersenen. En alles is gebaseerd daarin op Jung. Hè? En daar kunnen we van vinden met z'n allen wat we ervan vinden. Maar Jung heeft op een gegeven moment vastgesteld. Hè? En Jung keek alleen naar gezonde mensen. Gewone mensen. Heel even voor de luisteraar. Misschien niet iedereen weet wie Jung is. Kunt u dan? Jung is een psycholoog uit vervlogen tijden. Hè? En eigenlijk zijn tegenhanger was Freud. Het is misschien iets bekender. Hè? Misschien omdat hij ook over populaire onderwerpen schreef. Maar waar Freud dus keek naar afwijkingen, keek Jung naar gewone mensen. En daarmee is hij eigenlijk een beetje de grondlegger geworden van het denken op dit soort gebieden. Ik zal niemand aanraden om zijn boeken te lezen, want dan ben je honderden pagina's verder en dan begrijp je er nog niks van. Ik tenminste niet. Maar hij zag één ding en dat was, ik zie bij iedereen dezelfde soort eigenschappen. Alleen in een verschillende mate van kracht en ze ontwikkelen zich in een verschillende fase van het leven. Dat is eigenlijk de basis van de karaktertesten. En dat wil dus eigenlijk zoveel zeggen als de hersenen ontwikkelen zich, mensen ontwikkelen zich en die ontwikkeling die zie je terug, maar het is wel een redelijk vastgegeven wat een behoorlijke ontwikkeltijd heeft. Dus laten we zeggen dat er gemiddeld 10, 15 jaar overheen gaan voor je echt structureel iets gaat wijzigen. Natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel input het krijgt. Ja? Als je heel rationeel bent en we blijven alleen het rationele stimuleren,
dan zal er niet heel veel ontwikkeling komen aan de sociale kant. Dat idee. Gedrag is een hele andere. Ieder van ons gedraagt zich als een chameleon. Jij gedraagt je anders in de kroeg, dan op het sportveld, dan in je werk, dan thuis, dan weet ik veel dat waar. Dat verwijt krijg ik nog wel eens, ja. Ik ben bang dat je niet de enige bent. Maar... Dus gedrag is een keuze. En gedrag kun je ook aanpassen. Kun je vrij makkelijk aanpassen. Ja, op het moment dat je met iemand in gesprek bent, dan schuif je soms ook ineens een klein beetje. Als je merkt dat de ander toch wat anders is dan jij verwacht. Dus gedrag is de buitenkant. En hoe ga je om met een situatie? En is dus daarmee ook afhankelijk van die hele omgeving. Van de situatie, van de mensen om je heen, maar ook van je eigen capaciteiten. Dus om het samen te vatten, is karakter eigenlijk veel minder vormbaar. Ja. En gedrag is eigenlijk veel meer een keuze en situatie afhankelijk. Ja, we hebben natuurlijk voorkeursgedrag en dat ontwikkelt zich ook. Maar laat ik een voorbeeld geven. Als jij asportief bent, nou dat ben je niet, maar gesteld dat. En je komt op het voetbalveld, wat gaat jouw gedrag zijn? Dan zul jij waarschijnlijk vrij, nou op zijn zachtste gezicht, niet de hoogste toon gaan voeren daar en daar het voortouw nemen. Want je voelt je heel onzeker en hebt zoiets van, nou er zijn hier een heleboel die dat een heel stuk beter kunnen. Terwijl als jij heel sterk bent, dan ben je, hè, dat is zo'n prachtige reclame over die skileraren. Dan zie je daar zo'n boertje zitten, onderuit gezakt, ergens tussen een paar geiten. En dan valt het eerste sneeuwvlokje. En dan springt de persoon overeind als de stoere skileraar. Haar naar achter. De held bij de vrouwen, weet ik het wat. Ja, het gedrag ondergaat een metamorfose. Want dan is ineens maximaal in zijn kracht. Dus gedrag is een keuze. En gedrag is afhankelijk van omgeving, personen, capaciteiten. Wat je maar ook kunt verzinnen. Maar we hebben een voorkeursgedrag. Maar ook dat voorkeursgedrag kan wijzigen. Maar het voorkeursgedrag kan dus compleet anders zijn dan je karakter. Ik heb dat zelf ook. Ik ben introvert in mijn karakter. Maar in mijn gedrag ben ik vrij extravert. Waarom? Nou ja, voor een deel al omdat ik les moet geven. En ja, als ik daar voor de klas introvert ga staan zijn, dan wordt het een vrij saaie sessie. En toen ik vrij jong was, was ik vrij goed in sport. En ik was ook nog de slimste van de klas. Dus dan zeiden ze, nou doe het maar. En ze duwden je iedere keer naar voren om maar het voortouw te nemen. Dus je gaat een hele actieve, zo je wilt, extraverte gedragsvoorkeur krijgen. Want het heeft dan meer te maken met je positie, je competenties, je andere dingen, dan wat je eigenlijk wil. Want als we vervolgens ergens aan het eten waren, of ik op een verjaardagsfeestje zat, dan was ik het muurbloempje. Ja, dus het is maar net, waar sta je? En dat is het verschil voor mij tussen karakter en gedrag. Een vraag die er bij mij oppopt. En heeft dat dan ook effect met persoonlijkheidstesten? Dat karakter juist zo vast ligt en dat gedrag zo veranderlijk kan zijn, dat ze daardoor ook wel eens uit elkaar liggen? Of? Nou, dit is een van de weinige keren dat ik het met psychologen eens ben. Je kunt uit een testje echt niks opmaken. Dus als ik mijn testen gebruik, zal ik ook altijd meerdere testen gebruiken. Altijd de combinatie van een karaktertest en een gedragstest. Misschien zelfs een intelligentietest, competentietest. Eén test is geen test. Met één test meet ik één onderdeeltje van. En dat kan dus nooit iets zeggen over de hele persoon. Een tweede element is, testjes zijn nooit conclusief, zoals we dat noemen. Je zult altijd een heleboel dingen eromheen moeten doen om te toetsen of het wel klopt. Als wij zo'n test nemen, dan gaan we daarna een paar uurtjes aan de slag met de mensen. En ik zie maar zelden dat het eindprofiel wat we dan krijgen hetzelfde is als wat er uit de testen komt. Nou, en daar vinden we elkaar weer. En als we zijn de psychologen en wij. Ja, wij gebruiken die testjes als basis. Dat versnelt het wat, want dat maakt het makkelijk om erover te praten. Maar de psychologen doen ook dit soort assessments door een heleboel praktische dingen te doen en dan daar conclusies uit te trekken. Dus uiteindelijk, maar je moet het wel vaststellen.
En toch zie je bij veel bedrijven, is dat ze, en dat zag ik ook en dat las ik ook, is dan heb je zo'n één dedicated proef of één dedicated test. En daar heb je dan een mooie contractonderhandeling mee gehad. Dus dat is dan wat goedkoper. En toch selecteren we dan onze mensen op basis vaak van één test. Ja. Nou ja, je krijgt wat je beloont. Hè. Dan weet je precies wat je binnenhaalt op dat vlak. En dan komen we dus eigenlijk waar we in het begin van de podcast zeiden. Dan kan het op dat moment misschien werken of het is een indicatie, maar... Het is dus niet allround genoeg. Ze halen mij binnen van, nou, jij mag wel officier worden, want jij bent zo lekker extravert in je gedrag. Maar ze halen eigenlijk een vreselijke introverte vent binnen. Misschien hadden ze dat wel helemaal niet. Dus het is een heel eenzijdige blik. En, maar goed, is dit anders dan op een heleboel andere vlakken? De manager heeft een bepaalde opleiding gedaan, dus die opleiding is heilig. We gaan klonen. Ja, dat is toch bij bijna ieder bedrijf. En je verklaart dat heilig wat jou goed bevallen is. En dat telt met persoonlijkheidstestjes natuurlijk niet anders. Je hebt een keer zo'n test gedaan, dat vond je heel erg leuk. En misschien heb je daarmee een hele leuke dag in de Ardennen of op een andere leuke plek gehad. En dan denk je, oh, nou, dat is dus wat we moeten gaan gebruiken voor iedereen. Ja, dit is de holy grail, zeg maar. Precies. Oké. Een wat zwaardere vraag misschien aan jou, Jan. We hopen natuurlijk dat het nog heel, heel lang duurt. Maar het leven is vooralsnog eindig. Ik heb een artikel gelezen dat ze zo ver zijn dat het misschien niet meer is. Maar vooralsnog wel. Oh, dat is een interessant artikel. Ja, als je onder de 40 was, dan had je nog een kans dat je het eeuwige leven mee kon. Dus ik zit nog net op het goede, ik heb nog 2 jaar. Zoals ik weet, vanaf de fysiologie hebben de organen een maximaal levensduur van 120 jaar. Oké, dus... maar even uitgaande van dat het eindigd is, hoe zou je herinnerd willen worden? Wat zou je de wereld mee willen geven? Nou ja, sowieso... zijn dat vraagstukken waar ik mij zelden of nooit mee bezig hou, omdat ik met de dag leef. Je moet mij ook bijvoorbeeld niet vragen, wat staat er in jouw agenda voor morgen of overmorgen? Ik weet het echt niet. Ik kijk aan het begin van de week van, moet ik ergens nog iets voorbereiden? Zo niet, dan is het ook gelijk vergeten, klaar. En zo sta ik eigenlijk wel in het hele leven, dus in die zin ben ik daar niet zo mee bezig. Ik heb met mijn broer en zus recentelijk gezeten. En toen zei mijn broertje iets waarvan ik denk van, ja, zo denk ik er ook over. Ik zou willen dat mijn kinderen zo over mij denken als ik over mijn vader. Als ik dat voor elkaar krijg, dan word ik al een heel gelukkig mens. Wauw, dat is wel een hele, hele mooie. Hele... Ja. En ik denk dat dat meteen een hele mooie, nou, de volgende vraag is van, zijn er nog elementen waarvan jij denkt van, dat zou ik nu nog wel graag ter tafel willen hebben? Of dat hebben we nu nog niet besproken als het over ongekend talent hebben. Over ongekend talent of over miskend talent? Of miskend talent. Ja. Wat mij altijd verbaast. Hè? Ik heb één grote held en dat is Johan Cruijff. En die heeft heel veel hele wijze dingen gezegd. Tussen alle andere onzin door. Maar dat was op een gegeven moment toen de sterspeler van de tegenpartij niet meedeed. Dus die verslaggever had zoiets van, nou, goh, wat een mazzel hebben jullie. Hij zei, mazzel? Dit is het ergste wat ons kon gebeuren. Ik zei, iedereen zat te kijken van, wat weet hij nou? Ja, nu weten we totaal niet meer waar we aan toe zijn en we weten totaal niet meer hoe we moeten spelen. Want dan gaan al die anderen ineens ook hun talenten aanspreken. Nog harder en best doen, laten zien wie je... Dus, als jij trainer bent van Barcelona, waar ga jij je op focussen? Ga je Messi beter laten spelen? Ga je daar al je effort op zetten? Of ga je die 10 mannetjes daaromheen proberen beter te laten spelen? En dat is dus iets wat ik in bedrijven mis. In bedrijven wordt de focus gelegd op het toptalent. Wij gaan de Messi's proberen nog beter te maken en nog meer in de watten te leggen. De high potential pools. Ja. En dan maken we nog verschil tussen de high potentials en de high pros. Hè. De high pros en de high pros, de top experts. Maar we vergeten die 80-90% anderen. Die hebben ook hun talenten. Dus voor mij is talentmanagement het maximale halen uit alle mensen. Kortom, iedereen heeft talent. Iedereen heeft
voorkeuren. Dus iedereen heeft talent. Anders had ik ze ook niet aangenomen. Anders had ik niet maandelijks geld voor overmaken. Als ik naar Barcelona kijk, die andere 10 mensen, die verdienen ook een aardig salaris. En toch spreekt iedereen alleen over Messi. Maar als ik Messi uitschakel, is het team vleugel lam. Want iedere bal moet verplicht naar Messi. Dus, dat is Cruijff's filosofie, schakel hem uit. Wij laten al dat talent, hè, als ik naar Defensie terugdenk. Ik zal één ding nooit vergeten. Ik was hoofd interne controle bij de landmacht. En dan ging je af en toe wel eens al die ploegjes af in het land. Ik kwam in Utrecht en daar hadden wij 15 mensen zitten. Waaronder 3 mensen met een afgeronde hbo-opleiding. En 3 hoogste niveau onderofficieren. Plus nog wat mensen daarbij. En die zaten gezellig aan de koffie. Net zo'n mooie tafel als hier. En ik ging daarbij zitten. Kreeg ook een kopje koffie. Gezellig. En een stukje gebak. Was iemand jarig. Nou, leuk. Gezellig. En na een kwartiertje dacht ik van, goh, het is hier heel gezellig. En na een half uurtje keek ik eens rond. En ik zeg zo, gaan we nog wat doen vandaag? Nee, want dat kan niet. Oh, hoezo niet? Ja, de luitenant is er niet. Nou, dan worden we dus niet aangestuurd, dus kunnen we niet werken. Het gaat op. Maar als je kijkt naar de discussies tijdens dat half uurtje. De een was aan het vertellen dat hij zijn hele huis in zijn eentje gebouwd had. De ander was aan het vertellen dat hij de hele voetbalclub in zijn eentje regelde. En dat ze net 3 nieuwe velden hadden aangelegd met complete verlichting en god mag weten wat. En iedereen deed de meest fantastische dingen. Maar in dat bedrijf hebben we ze zo vleugellam gemaakt dat zonder de luitenant ze niet konden werken. En het gemiddelde werk bestond eruit dat ze suikerkontjes moesten tellen, want dan konden ze ongeveer uitrekenen hoeveel kopjes koffie er gedronken waren. Dus dat is waste of talent. En ik denk dat het in heel veel bedrijven zo is. Dus focus nou eens op alle talenten in de organisatie en niet alleen op de hypos en de high-pros. Jan, jij verzorgt ook mediation opleidingen met de Netherlands Business Academy, masteropleidingen tot mediation. Jij vindt het belangrijk dat in die masteropleiding dat daar de MBTI-test naar voren komt. Ik denk dat je een van de weinigen, zo niet de enige bent, die de MBTI-test naar voren laat komen voor aspirant mediators. Kun je uitleggen waarom jij dat zo belangrijk vindt voor een toekomstig mediator? Nou ja, zoals je weet is het niet alleen de MBTI die we doen. We doen ook de DISC. We doen een ander. Als mensen met elkaar botsen, dan zijn het die ijsbergen die met elkaar in botsing komen. En waar komen die met elkaar in botsing? Dat is niet op de top. Ja, dat is alleen maar het. En als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens aan die mensen van de Titanic vragen hoe dat ook weer zat. Het botst op die onderlaag. Het botst vaak op het vlak van de personen. Dus er zitten in mediation voor mij ongelooflijk veel aspecten. Maar daar is mediation misschien niet eens anders dan voor een manager of voor iets anders. Ieder mens is anders. En in de mediation, laat ik even de meest simpele vorm van een mediation nemen. Waarin ik als mediator zit met 2 mensen die een conflict met elkaar hebben. Dan zitten daar 2 verschillende persoonlijkheden. En jij vindt het heel belangrijk dat jij het excuus van de ander krijgt. Want dat past in jouw karakter. En die ander wil een financiële compensatie. Want dat past in zijn karakter. En als ik dus niet heel snel door heb. Wat is het karakter van die persoon? Dan weet ik niet welke vragen ik moet stellen. Dan weet ik niet waar ik zie dat jullie elkaar niet raken. Of waarom jullie dat conflict met elkaar hebben. En datzelfde in zijn gedrag. Ik kan een gesprek sturen op basis van gedragsvoorkeuren van mensen. Mensen die heel dominant zijn, hebben 1 rare eigenschap. Ze zijn vreselijk dominant. En ze zullen hun resultaat halen en dat boem, dat knallen ze over die tafel heen. Op het moment dat ze in de gaten hebben, ik ga dat niet meer halen, dan trekken ze terug. En dan kan het natuurlijk ook nooit aan hun gelegen hebben. Hè? Dus dan moet je ze de elegant way out bieden en dan zijn ze weer helemaal gelukkig. Dus dit zijn wel de mensen waar ik op het eind de oplossing kan gaan krijgen. De mensen die juist omgekeerd zijn, die heel bedachtzaam en rustig, bijna gehoorzaam zijn, die blijven maar meegaan en die blijven maar toegeven tot die grens bereikt is. Als ik dan over die grens heen ga, ja, dan is het de loopgraaf en dan kom ik nooit meer doorheen.
Dus dat moet ik ook voorkomen. Dus op het moment dat ik karakter en gedrag van een persoon in beeld heb, kan ik daar zowel in mijn gesprekstechniek als in de oplossing van het conflict rekening mee houden. Dus de persoon is ongelooflijk belangrijk. Het wordt natuurlijk nog ingewikkelder als er ook nog eens de advocaten van die mensen bij zitten. Dan heb ik ineens 4 van die personen. En dan vergeet ik nog even mezelf, want ik ben ook een persoon. Dus ook daar moet ik wel rekening mee houden. Dus eigenlijk je hele persoonlijkheidsdriehoek gaat dan door je hoofd. Absoluut. Dus het eerste wat ik doe, ik probeer altijd 10 minuten, 20 minuten, een beetje praatje pot te houden. Een beetje algemeen, keuvelend, inleiding. Om te proberen de karakterprofielen helder te krijgen, de gedragsprofielen helder te krijgen. En dan ook niveau van mensen helder te krijgen. Ja, en karakter ligt dan vast en dan heb je dan in je achterhoofd van, maar ik kan wel het gedrag dan. Het gedrag gebruik ik voor het gesprek. Het karakter gebruik ik uiteindelijk voor de oplossing van het conflict. Het karakter bepaalt het belang wat iemand ergens aan hecht. De gesprekstechniek doe ik op basis van het gedrag van mensen. Het gedrag kan ook betekenen dat door dat gedrag mensen geïrriteerd raken. Okay. Dus dat is allemaal iets met gesprek en met interactie, met de communicatie. Maar het echte belang zit daaronder, dat is het karakter. En heel vaak, dat zie je in de mediation natuurlijk, heel vaak verstoppen de mensen zich achter de feiten. En iedere keer komen ze terug op dat feit. Ja, want jij deed dit. Ja, want dat is er gebeurd. Ja, dit is de consequentie. Maar wat is nou het belang wat erachter zit? Nou, het belang wat erachter zit, dat ligt op het karakter. Waarom jij dat steeds zegt en waarom jij dat naar voren blijft brengen, is eigenlijk omdat jij niet wil laten zien wat je nou werkelijk raakt. En dat moet je naar boven krijgen. En of je dat nou met een testje doet of op een andere manier, is helemaal niet belangrijk. Mooi. En waar ik ook nog wel geïnteresseerd naar was, ik zag een workshop perceptie. Wat moet ik me daarbij... Nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje in diezelfde lijn. Ben jij bewust van je voorkeuren? Dat is de ene kant. En aan de andere kant, maar dan gaan we alweer bijna naar de mindfulness-achtige kant toe. Hoe zorg jij dat je maximaal effectief en efficiënt kunt worden? En dan praten we over elementen als focus. Maar ook het kunnen relativeren. En dan blijkt tegenwoordig dus dat sommige mensen, die kunnen in hele korte tijd maximaal naar hun focus gaan en maximaal presteren. Andere mensen hebben daar veel langer voor nodig. Ook in de sport is dat natuurlijk voor ons een ongelooflijk belangrijk iets. En perceptie doet daar in die zin heel veel in. Dat perceptie is hoe jij de dingen interpreteert en waarneemt. Hoe jij met dingen omgaat. Dat beïnvloedt jouw manier van denken en jouw manier van doen. Dus als jij denkt van ja, och, het zal wel, het is niet zo belangrijk. Maar voor die anderen is het dat wel. Nou ja, dan weet je van tevoren dat hier een probleem gaat komen. Dan kunnen we het over mediation misschien daarna. Dan kunnen we de mediator vast opbellen. Ja. Hij zit aan tafel. Ja. Okay. Maar perceptie is dus inderdaad, en dan is het dus de vraag, in hoeverre is het gekleurd door? Nou, kom je weer eigenlijk op diezelfde elementen uit. En hoe neem jij nou dingen waar en doet een ander dat ook zo? En kijk even naar mijn mede-host. Ja. Want anders ga ik naar de afrondende vraag. En ja, je gaf eigenlijk al aan, en Jan, ik ben meer vanaf kijk naar dag na dag. En wat mijn agenda morgen is, daar kijk ik 's morgens naar. Of soms aan het eind. Maar ik vraag het toch altijd van, waar wil jij nu naar, waar wil jij heen? Waar wil je naartoe? Nou, ik heb toevallig net afscheid genomen. Ik ben voorzitter van het register van de mediators. En als bestuur had ik een mens zitten. Ik zeg bewust een mens zitten. De goede man is eigenlijk bijna mijn opposite in manier van denken en doen. We hebben nu 4 jaar samen in het bestuur gezeten. Nou, over ieder onderwerp daar dachten we precies opposite. Maar het is een van mijn beste vrienden geworden. En we hebben nu net afscheid van hem genomen. Hij is 75 jaar en hij vond dat hij nou toch een van de zoveel dingen die hij deed, maar moest stoppen, want anders werd het toch wel een beetje erg veel. En hij zei bij zijn afscheid, de laatste 20 jaar van mijn leven zijn eigenlijk mijn mooiste jaren geweest. Nou, ik zat te denken, goh, ik ben nu 57.
Dus ik ga nu eigenlijk mijn 20 mooiste jaren in. Mooi perspectief. Maar... Dat is een fantastisch perspectief. Ja. Dus wat wil ik doen in deze 20 jaar? Ik wil een compleet nieuwe manier van denken in onderwijs gaan introduceren. Ik wil met dat Mentally Fit wat wij doen, wil ik echt over de hele wereld een serieus bedrijf neerzetten. Dus dat is aan de zakelijke kant. Ik heb echt wel de ambitie om meer naar de onderzoekskant nog te gaan. Dus daar ook veel meer over te gaan schrijven. Dat schiet er natuurlijk vaak bij in. Ik heb zelfs nog zitten overwegen om toch ook nog wel een boek te gaan schrijven over schaken. Dat soort mooie dingen vind ik ook echt leuk. De andere ambitie is natuurlijk ook gewoon simpelweg mijn kinderen groot zien worden. Ja, een hele mooie. En hopelijk niet al te lang te hoeven wachten tot ik ooit opa word. Nee. En qua school, dat onderwijs, dat wilde je veranderen? En dan in de vorm waar we het net over hadden gehad? Over die persoonlijkheidsdriehoek of meer op welk gebied? Nee, ik vind dat op dit moment het onderwijs in een keurslijf geduwd wordt. Waar de onderwijskundigen belangrijker zijn dan het leereffect voor de leerling. En ik snap het allemaal uit kwaliteitsoverwegingen en God mag weten wat. Maar ik vraag me af of het eindproduct hiermee beter is geworden. Ik ben enorm getriggerd door de ontwikkeling die er nu is, dat alle topuniversiteiten in de wereld, de Harvards, de Stanfords, de God mag weten wie, al hun materiaal blind op internet gooien. Zo vrij toegankelijk voor alles en iedereen. En ik denk, oh, dus IP doen we al niet meer aan, allemaal niet belangrijk. En dat vinden zij ook niet belangrijk voor het onderwijsconcept. Dus we moeten echt naar een hele andere manier van onderwijs toe. Veel meer gebaseerd op consultaties tussen mensen, op mentoring, op relatie naar de praktijk. Ja, dat vind ik wel een fantastische uitdaging om daar iets mee te gaan doen. Heel mooi. Jan, wat zou jij de luisteraar nou mee willen geven? Om vanuit jouw perspectief van, op het gebied van talent en alles waar we over hebben gehad. Wat ik het... Ik vond jouw opmerking een hele terechte van ja, is het nou aangeleerd of aangeboren? Ja, het is 90% heel hard werken. Ik denk dat dat onderscheidend is voor de mensen die echt iets met hun talenten doen en anderen. En ik zie bij heel veel mensen gewoon angst om iets te doen of gewoon passiviteit. Ik ben ondernemer. Iedereen die ik spreek van, oh, ik heb ook nog zo'n goed idee. Goh, dat zouden we eens moeten doen. Maar ze gaan het nooit doen. En datzelfde zie ik in de bedrijven. Als iedereen nou gewoon is, zal gaan doen waar hij de kansen ziet, waar hij mogelijkheden ziet, waar hij voor zichzelf een uitdaging ziet, dan is er heel veel meer mogelijk. En ja, wat kan er in het slechtste geval gebeuren? Want als je die mensen dan triggert, doe het dan ook. Ja, maar dan komen ineens alle redenen waarom het misschien wel eens niet zou kunnen lukken. Nou, so what? En wat was jouw grootste valkuil? Misschien mijn grootste valkuil dat ik per definitie altijd dan wel deed. Waardoor je op een gegeven moment ook misschien focusverlies krijgt. Dus je moet wel tijdig weer zijn om dingen, om er weer andere mensen bij te halen en dingen af te stoten. En mijn valkuil is dat ik de uitvoering veel te leuk vind. Dus ja, ik zal nooit de keuze maken tussen management en uitvoering. Maar ik zou bij iedereen willen zeggen van jongens, wat kan je verliezen? Doe het gewoon. In het slechtste geval lukt het niet. Super, dankjewel. Ik wil je hartelijk danken voor deze podcast. Graag gedaan. Dankjewel, Jan.